Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft vandaag in de Nationale Assemblée erkend dat het leven voor de mensen in het achterland onhoudbaar is. Naast de toename van de kosten van levensonderhoud zijn de transportkosten in het achterland ook onbetaalbaar volgens de VP. Met het sociaal programma en de andere aangekondigde maatregelen vertrouwt Brunswijk erop dat de regering op de goede weg is om de gewenste verlichting te brengen in de leefomstandigheden van het volk. In mijn voorstelling over de ontwikkeling van dit land heb ik gelukkig de steun van de totale regering die zich wenst in te zetten voor de ontwikkeling van het achterland en de gemeenschappen die jaren achtergesteld werden. Ik verwijs u daarbij naar de stappen tot verbetering van het onderwijs en de gezondheidszorg en het verhogen van het welvaartsniveau door verbetering van de watervoorziening en veiligheid, maar ook het scheppen van de voorwaarden voor het op gang brengen van economische bedrijvigheid, waaronder de 1x24-uur energievoorziening en andere infrastructurele werken. Brunswijk vertrouwt erop dat met de ondersteuning van een ieder het land zich in positieve richting kan ontwikkelen. In dat kader zegt hij niet van mening te zijn dat halverwege de rit de stekker eruit gehaald moet worden. De VP benadrukt dat Suriname de regering dankbaar zal zijn dat zij het gedurfd heeft gestadig te werken aan het herstel van de economie. Brunswijk gaf ook aan het besluit van de NPS om uit de coalitie te stappen te betreuren, maar meent dat het besluit gerespecteerd moet worden. Wij wensen de NPS veel succes toe en kijken uit naar een constructieve begeleiding van het beleid. In elk geval is er een beroep gedaan op de twee ministers uit de geledingen van NPS om tenminste het traject van deze begrotingsbehandeling af te ronden. Dit is ook zo besproken met de leiding van NPS.